Vorige week ben ik verhuisd naar Bali op 23-jarige leeftijd. Ik ga je precies vertellen waarom ik deze keuze heb gemaakt om hier te gaan wonen, hoe dit mij helpt als persoon, hoe dit mij helpt verder te groeien als ondernemer, maar ook als mens, en waarom dit misschien ook iets voor jou kan zijn als je zit te twijfelen waar je heen wil gaan. Oké, laten we er gelijk induiken zoals we altijd doen en dan gaan we gas geven. Ik speel het spel waar ik het kan winnen. In Nederland is het veel moeilijker om dat spel dus te winnen. Want je bent helemaal niet bijzonder in je geboortestad. Ik ben zelf bijvoorbeeld geboren in Bergen op Zoom in het ziekenhuis. Maar ik leefde al heel mijn leven in Halsteren. Ik reisde al wel heel lang de wereld rond. Maar Halsteren was eigenlijk mijn plek. Ik kende daar alles. Iedereen kende mij. Ik was daar totaal niet bijzonder of geliefd of iets in die regio. En dat heb je hier wel veel meer. En dat is ook de reden waarom ik dus in Bali woon. Je hebt hier dus veel meer online ondernemers, veel meer netwerk, veel beter weer. En ja, ik kan niet wachten om Azië nog meer te gaan ontdekken in 2024 en 2025. En in het Westen, in Europa, voel je heel erg dat mannen onderdrukt worden, dat ze gelijkwaardig geplaatst worden. En hier heb je nog wel die traditionele richtlijnen. Dat past veel meer bij mij. Ik wil niet zeggen dat het bij jou past, maar dat zijn gewoon mijn inzichten en waar ik mezelf het meest prettig bij voel. Je hebt dus veel meer online ondernemers en veel meer vrouwen op dit eiland in het algemeen. Je hebt veel betere kansen op een beter netwerk als je dat zoekt. En een datingleven als dat is wat je zoekt. Speel het spel, maar pas op. Er zijn superveel fake gurus hier in de buurt. En veel mensen die hun eigen shit willen verkopen aan jou. Op netwerkevents, maar ook los daarvan. En dat is ook een van de redenen dat ik niet met gurus netwerk en geen netwerkevents bezoek. Want het is heel belangrijk van wie je tegenwoordig advies aanneemt. Iemand met een bewezen track record. Of iemand die gewoon zichzelf rijker wil maken ten koste van een ander. Het datingleven is ook een stuk makkelijker hier voor jonge mannen. Er zijn heel veel Aziatische vrouwen die dus ja, portemonnee willen, maar ook gewoon witte mannen willen omdat ze bijzonder zijn, omdat ze niet Aziatisch zijn. Het is wel een stuk moeilijker om een goede chick te vinden. Indonesische vrouwen zijn in mijn ogen echt een blessing. Afgelopen 2 dagen is hier ook een Indonesische vrouw geweest en die kookt dus ook en die maakt schoon en die doet gewoon jou verzorgen. Jij helpt haar hoe je kan. Dus met het betalen van het ontbijt vanochtend en dat soort dingen. En met respect met haar omgaan. Maar zij helpt jou ook als een echte vrouw dat kan. En dat geeft heel veel aan een mans leven, merk ik. Oké? Er zijn ook superveel mensen die van over de hele wereld invliegen. Ondernemers, vrouwen, mensen, mannen, vrouwen, wat dan ook. Er komen heel veel mensen naartoe. Voor werk, maar ook voor netwerk, maar ook voor vakantie. Het is een super populaire vakantiebestemming en zo ontmoet je echt heel veel verschillende soorten mensen. Wat dus ook echt bijdraagt aan jouw groei als persoon. Je kan hier een 10k per maand lifestyle leven voor 2000 euro. Ik geef hier gemiddeld 2000 euro per maand uit. Ongeveer 800 huur, inclusief gas, water en licht. Dan heb ik nog 100 euro voor mijn scooter maandelijks. Nog wel iets meer. En 100 euro voor de gym, kom ik al op 1000. En dan is het nog ongeveer, laat ik zeggen, 800 eten. Dus je hebt 1800 en nog 200 aan gewoon fun stuff. Kan massage zijn, watervaltrips, avontuur, et cetera. Het is nog steeds 5 keer zo goedkoop als in Nederland. Als ik op deze manier zou leven als in Nederland, dan zou ik minimaal 10.000 euro per maand kwijt zijn en nog steeds niet hetzelfde geluk ervaren. Naar mijn huur hier is dus 780 euro, exclusief gas, water en licht, kom je uit op 800 ongeveer. We hebben een 3-slaapkamer-villa, we wonen met 2 andere ondernemers, we hebben een eigen zwembad en eigen woonkamer waar we met z'n drieën werken. Dat is niet deze woonkamer, ik neem het op vanuit mijn slaapkamer, omdat ze niet ja, fijn vinden als ik daar shit opneem, omdat ze zelf ook aan het werk zijn. We zijn hier dus met z'n drieën en als je hier in Nederland, als je iets zou huren voor 2 slaapkamers, een pauperijtjeshuis ergens, ben je al zeker richting de 1000 euro per maand kwijt. Zeker richting de Randstad. En ja, dan is de keuze heel snel gemaakt als je die keuze kan maken. Oké? Okay. De schoonheid van het eiland. Het is echt een prachtig eiland. Met prachtige stranden, mooie palmbomen, rijstvelden. Je hebt hier alles wat je wil. Goede gyms, goed eten, goede feestplekken, beaches, van alles. Er is hier echt alles voor iedereen wat wils. En daarom is dit echt een hele populaire vakantiebestemming. En ook gewoon leefbestemming voor digital nomads. En hier is ook een stuk minder bullshit. Ik krijg niks mee van het nieuws. Ik kijk een stuk minder voetbal. Zeker omdat het ook vaak 's nachts is, eerlijk gezegd, om 4 uur 's nachts. En daarvoor ga ik niet opkijken. Opblijven. Je kijkt dus minder en geen tv. Dus geen Veronica Inside, geen praatprogramma's, et cetera. Je hebt ook een extra dag door tijdverschil. Op het moment dat ik deze video met je opneem is het 2:30. Maar is het nu net 6:30 of zoiets. Dus
zo ongeveer 8 of 7 uur tijdsverschil in Nederland. Dus ja, de meeste mensen slapen nog. Dus ik ga straks naar de gym en dan heb ik mijn eigen ochtend en mijn middag gehad. Heb ik mijn eigen ding kunnen doen, heb ik kunnen bouwen aan de business, meer content kunnen maken, gym kunnen doen, met de Indonesische vrouw zijn, dat soort dingen. En avond, Nederlandse tijdzone, doe ik dus vanavond online business met 1-op-1 klanten. Maar ik werk ook met mijn eigen brand. Niet personal brand, maar gewoon e-commerce. Geen parkeerboetes heb ik hier. Ik kan zomaar overal mijn scooter neerleggen. En het geld wordt ook hier niet snel gestolen, merk ik. Dus ik heb ook wel eens wat, geen goede eigenschap, maar dat ik wat geld hier rond heb slingeren. Dat is niet echt een goede eigenschap van mij, maar het wordt hier niet gestolen door de schoonmaakster, et cetera. Dus ja, dat is het grote voordeel. Dan geef ik haar liever dat voor als ik zie van, hey, ze pakt niet, et cetera. Je hebt hier ook geen flitsers, geen flitsmeister, geen 100 kilometer begrenzing. Al zou ik niet 100 kilometer met scooter rijden, maar in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Je hebt geen superhoge belastingen net als in Nederland. Je hebt superveel minder domme regels net als in Nederland. In Nederland heb je overal regels voor en mag dit niet en mag dat niet. En de overheid zit niet constant op je nek. Ik krijg niks mee van de overheid, alleen dat de politie het verkeer zit te regelen. Daar merk je niks van. Tenzij je geen helm op hebt, dan krijg je een boete. En dat merkte ik de eerste keer vorig jaar toen dat ik hier kwam. Was ik gelijk 60 of 70 euro kwijt, misschien wel meer. En dat stoppen ze in zijn eigen zak. Dus op die manier zijn ze wel corrupt. Maar het is een stuk beter op die manier te leven dan in Nederland, waardoor je dus een stuk minder vrijheid hebt. Nou, raad ik het je uiteindelijk aan hierheen te verhuizen. Als je een online ondernemer bent of als je meer uit het leven verlangt, raad ik het je sowieso aan om in ieder geval de stap te zetten richting Azië en Bali te ervaren. Het kan hier wel druk zijn, maar het heeft superveel voordelen. Je kan ook naar Thailand gaan. Daar wil ik zeker nog heen, staat nog op mijn list. Marbella is een van mijn populairste vakantiebestemmingen. En Dubai ook. Dus eigenlijk die twee is meer flex en geef je ook iets meer uit. Dus als je iets meer op je kosten wil bezuinigen en meer aan je business wil bouwen, een van de dingen waar ik dus momenteel mee bezig ben, is dus ook gewoon echt aan die business bouwen. En dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet in Dubai woon. Ook vanwege het geloof daar. Niks ten nadele van het geloof, maar ik woon liever hier op het moment. Ook om een stukje kosten te besparen. Want ik kan hier gewoon 2.000 per maand uitgeven. En dan kan ik bijvoorbeeld 8.000 kan ik weer terug in de business investeren. Op die manier, zeg maar. En zo kan ik verder groeien. Dus ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond. Like en abonneer op dit YouTube kanaal. En ik check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.